Vandaag even terug naar de basis. Oftewel, hoe kun je veilig je auto wassen? We laten u talloze dingen zien met bodem, motorruimte, renovaties. Maar uiteindelijk doen jullie dat zelf thuis toch niet. Dus ik dacht, het is handig dat we gewoon eens even een cursus auto wassen geven. Want hoe kun je nou zorgen dat je je auto wel schoonmaakt, maar niet beschadigt? Of dat je hem wel schoonmaakt en dat er geen waskrassen opkomen? Dat stukje gaan we vandaag onder andere behandelen. We hebben natuurlijk een aantal poetsspullen nodig voor die exclusieve wasbeurt waar ik jullie alle uitleg van ga geven. Nou, kom even mee, want dat hebben we natuurlijk in een mooi pakket samengesteld. Nou jongens, hier zit dus alles in. Dus wil je nou net als ik een soort requisiet worden van stipt, zou ik zeggen, kijk even op de site. Indrukwekkend, in korte tijd ook trouwens. We hebben ook dit keer een gezinsauto staan. Oftewel, de kans is 90% dat jij misschien zelf thuis ook wel zo'n soort auto rijdt. En in elk geval voor hetzelfde doeleinde. Oftewel, woon-werkverkeer. Deze auto wordt dus ook flink mee gereden. Velgen zijn ook al na behoorlijke tijd niet schoongemaakt. Dus voordat we de auto gaan afspuiten, sprayen we hem helemaal in met de Real Effective. Je controleert, hey, hij is koud. Helemaal top. Kijk, en ook goed achter de spaken door. En wat we dan ook altijd doen, is hier, deze randjes neem ik even mee, zo. Wielkastrandjes. En als we dan dadelijk met de hoge druk spuiten langsaf gaan, dan spuiten we echt het meeste vuil, spuiten we er gewoon al af. De anti-insect is van belang. Er zitten namelijk eiwitafbrekers bij, wat dus inhoudt, vliegjes. Ik weet niet, eet je ze ooit wel eens? Nou, ik er niet. Maar in de rimboe doen ze dat wel. En dat doen ze omdat er heel veel eiwitten in zitten. En op het moment dat je afbrekers eraan toevoegt, dat is de reden dat ze snel van de auto aflopen. Dus ook de neus. Een aantal dagen is het toch weer redelijk mooi weer geweest. Dus we nevelen hem toch even in met de anti-insect. Ik heb wel geteld 1 mug gezien. Nou. In de zomer dan heb je het wel echt nodig. Dus we spuiten hem nu 1 keer af en pas daarna zetten we hem in de foam. En dan kunnen we lekker gaan wassen. Ja, dit is toch wel een van de ergste, denk ik. Kom even mee kijken, Rob. Goed van dichtbij. 3, 2, 1. Ze waren helemaal ingevreten. En na 1 keer afspuiten, ja, het is toch alweer 7,5 en 8. Dus we gaan dadelijk nog even met een speciaal borsteltje erachter door. En uiteraard heb ik daar natuurlijk weer iets voor bedacht. En uiteraard zit hij natuurlijk ook weer in dat pakket. Maar dat ga ik je zo laten zien, maar even zonder gein. Is dit natuurlijk wel een heel mooi resultaat voor een veller die zo ingevreten was. De vliegjes zijn eraf, de velgen in eerste instantie schoongespoten, voor zover je het nu kunt zien. Alles afgespoten. Wat we nu gaan doen, we gaan hem helemaal in de dirt foam zetten met de foamcannon. En daarna gaan we hem met de washandschoen, met het 2-emmers systeem, helemaal wassen. Dan nog een keer afspuiten en dan heb je echt, ja, in nog geen uur tijd, heb je een waanzinnig resultaat. Nou, 2-emmers systeem. Kijk, handschoentje aan. Dan beginnen we bovenaan. Ten alle tijden. Je begint op het dak. En je werkt van achter naar voren, van boven naar beneden. Daar heb ik even lekker met die kleidoek aan de gang. Jongen, dan wordt hij zo glad als een spiegel. Dat is mooi, hè?
Inmiddels is hij bijna helemaal gewassen. Dan gaan we hem nog een keer afspoelen. Weer innevelen met de dirt foam. En dan doen we exact dezelfde handeling, maar dan niet met de washandschoen, maar met de kleidoek. Oftewel niet voor het losse vel, maar om het vaste vel eraf te halen. Let op, hè. Hoor eens. Het voordeel hiervan is, ten opzichte van traditionele klei, is dat hij nooit comprimeert, zeg maar. Vaak als je zo'n kleiblokje hebt, dan je begint met hard duwen of minder hard en je eindigt andersom. Je laat hem vallen, je kunt hem niet uitspoelen. Kijk, in deze zitten van die perforatiegaatjes in. Dus je gaat naar de emmer, hop, hop, hop. Kijk, en al het vuil loopt er zo uit, waardoor dat hij dus niet krast. Hoppa. En dan heb ik nog iets bedacht. Het welbekende irritatiepunt, velgen die niet schoon worden, je kent het wel. Dit zijn namelijk best moeilijke velgen die helemaal ingevreten waren. Dat hebben jullie ook zojuist laten zien. En met de velgenborstel die we hebben, kun je natuurlijk de velgen achterin schoonmaken, maar de hoekjes en kantjes, daar hadden we nog geen borsteltje voor. En dat is de Precision, oftewel de Precisie Detail Brush. Die vrij hard overkomt, maar niet krast. Kijk, het is allemaal gewoon rubber, zie je dat? Hij is ook vrij flexibel. Dus daar kun je lekker mee tekeer gaan zonder iets te beschadigen. Kijk, dus deze borstel die gebruik je, zie je dat? Hop, hop, hop. Voor achterin. En het vel komt ook eigenlijk gelijk los. Pakken we de Precision Detail Brush. Zie je dat vel gelijk oplossen? Kijk eens wat er achteruit komt. Dan vinden ze het gek dat die velgen allemaal zo snel inbranden. Maar dit moet je dus wel doen. Maar kijk eens, die puntjes gaan er gewoon vanaf, hè? Kijk dan. Mooi, hè? En dat bedoel ik dus. Een velg die helemaal was ingevreten, zelfs hier achter in de randjes, is gewoon ja, fabrieksnieuw, zoals we dat noemen. Want er zit geen stoeprandschade op, dus hoeven we ook niks te repareren. Zie je het resultaat? Oh ja, dit vind ik eigenlijk veel mooier. Want dan wassen, dat gaat natuurlijk door, maar aan de andere kant van de werkplaats, onder in het ruim van het schip van Stipt, wordt natuurlijk jouw Audi R8 fabrieksnieuw gemaakt. We hebben de bodem gedaan, heb je afgelopen week kunnen zien. We gaan nu beginnen met de motorruimte, de welbekende 4,2 liter V8. Ja, wat een snoepje. Hier ga ik me deze week dus op concentreren. Het enige wat je kunt doen is rekening houden met één ding, en dat is dat aanstaande vrijdag de trekking is voor de Audi R8. Dus als je een bestelling hebt gedaan, of dat nou vandaag of morgen is, maakt eigenlijk niet uit, of de rest van de week. In elk geval voor vrijdag, dan ga je dus in de ton mee voor deze fantastische auto. En een vereiste dat ik hem kon brengen is dat je geabonneerd bent op YouTube. Maar dit voor later, dan gaan we nu weer even lekker door met poetsen. Dit is wel een magisch moment, want die auto hier is zeiknat en is onbeschermd. En dan heb ik toch iets bedacht in een flesje wat je op je auto spuit, waardoor dat die in één klap beschermd is tegen invloeden van buitenaf. En ik ga het je laten zien. En in 3, 2, 1, hoppa, kijk eens. In één keer droog, hè? Boom, 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 boom. Hij parelt vanaf het eerste moment. Kijk, hier is op de raam. In 3, 2, 1, paf. En dit is dus het geheim van de Stipt Ceramic Wax. Zo, en daar gaan we. Kijk, er is wat die blinkt, hé. Niet normaal, hè. Kijk eens. Oh ja, dit moet natuurlijk zo, hè. Voor de detailers, wacht even. Normaal, man.
Nee hoor. Geloof me, toen ik 10 jaar geleden aan de straat stond te poetsen, toen er nog geen detailer bestond. Gewoon lekker, naadjes aan de zijkant, het werk vlak naar boven. En hoppa, daar gaat hij. Kijk eens, hoppa. En tempo. Anders konden wij vroeger niks verdienen. Dan konden wij niet zo gaan staan. Want er werd er niks verdiend, kwam er geen brood op de plank. Wil je nou zelf je auto ook op hoog niveau en op een veilig niveau wassen, dan weet je dat je het pakket kunt bestellen op onze site. Het is maar een paar tientjes, maar je kunt er wel maandenlang plezier van hebben. Dankjewel en dan gaan we nou weer terug naar boven.